Het is woensdagochtend en het is een prachtige dag, dus de tijd om weer eens een stukje te gaan lopen. Ik doe een rondje om en nabij wijk Beduurstede. Het is hier prachtig. Het begin gaat over een soort klompenpad met allemaal koeien vlaaien waar je omheen moet stappen. Ik ben benieuwd wat de rest gaat brengen. De weg gaat verder dwars over een weiland, langs koeien, over een paar draadjes heen en dan over een plankje, over een slootje. En dan komen we weer op een bochtig paadje uit. De geur van vers gemaaid gras, daar kan echt geen parfum tegenop. Heerlijk! Je verwacht het niet, maar je gaat verder door een heel klein paadje met allemaal brandnetels aan weerszijden. Dus het is toch wel lekker dat ik een lange broek aangetrokken heb. Na zo'n 6 kilometer gelopen te hebben, kom ik in het gehucht Langbroek. Ik hoop dat ik hier koffie kan krijgen. Gelukt. Het restaurant aan de overkant is nog gesloten, maar hier bij de supermarkt kun je ook koffie kopen, krentenbolletje erbij. Proost! Na het hele slappe kopje koffie loop ik verder op de Langbroekerdijk. Aan de Langbroekerdijk staan allemaal hele oude landgoederen van de chic uit het westen die vroeger hier in het weekend en in vakanties gewoon voor hun rust kwamen. De portierswoning. Nou, ziet er ook niet echt verkeerd uit. Maar dit is het grote huis, daarnaast. Wat zijn die pinken toch nog leuk nieuwsgierig. En daar eindigt de weg dan. Bordje verboden toegang. Het ziet er ook helemaal verwilderd uit. Er is ook geen doorgang. Jammer, dan moet ik toch nog een heel stuk terug. Dan naar 11 kilometer ga ik de Kromme Rijn over en ben in Koten. Ja, alles veranderd. De draagbare kunstnier komt steeds dichterbij. Help mee. Steun de nationale collecte van de Nierstichting. En dan kom ik ook nog langs camping Het Boogaartje. In 2013 verkozen tot beste camperplaats van het jaar. En dat in wijk Beduurstede. Dus kom hier maar eens kijken. Daar zit er toch mooi bij. Deze prachtig gekleurde appels. Tijd om geplukt te worden. Na 22 kilometer weer terug op de plaats waar ik ben begonnen. Thank you.